Hallo, welkom bij deze presentatie. Deze keer gaat het over interferentie. Maar wat is dat nou weer, interferentie? Eerst maar het woordenboek erbij halen, inclusief de synoniemen van dit woord. In het woordenboek staan verschillende betekenissen van interferentie. Hier zie je een aantal. De natuurkundige betekenis staat er ook bij. Oftewel, je hebt interferentie heeft te maken met twee zaken die elkaar beïnvloeden. Duidelijk natuurlijk dat bij ons die twee zaken twee golven zullen zijn. Interferentie is de beïnvloeding van twee golven die in één punt elkaar tegenkomen. Kijk, daar is de ene punt. Vanaf links komt er een golf aan. Als dit de enige golf zou zijn, dan zal het punt omhoog gaan. Er komt nog een golf aan vanaf rechts. Je ziet dat deze golf het punt ook omhoog zal willen brengen. In dit geval helpen beide golven elkaar en er is sprake van versterking. De golven gaan een stukje verder en overlappen elkaar. Het punt gaat omhoog vanwege de golf links, maar ook vanwege de golf rechts. Hij komt dus dubbel zo hoog. De golven gaan weer verder. En in deze situatie zal het punt door beide golven met rust worden gelaten en bevindt het punt zich dus in evenwicht stand. De golven gaan weer verder en nu zal het punt door beide golven naar beneden worden geduwd. En dus zal het weer een dubbele uitwijking krijgen, maar nu naar beneden toe. En zo gaat het door. Bergen en dalen blijven elkaar overlappen en het punt zal constant tussen dubbele hoogten en dubbele dalen worden geswiept. Nog een keer de situatie, maar nu zal de golf rechts de andere golf juist tegenwerken. Het punt wordt omhoog, maar ook omlaag getrokken. Dus netto zal het gewoon blijven staan waar het is. Beide golven werken elkaar tegen. We noemen dit uitdoving. Als de golven verder gaan, blijven links en rechts elkaar precies tegenwerken. En daar blijft ze verder gaan. Iedere keer zal links en rechts elkaar precies tegenwerken en dus blijft iedere keer het punt in rust. Leuk zijn animatie, maar nu in het echt. Geluid is een golf, dus twee geluidsboxen moeten elkaar ook kunnen versterken en uitdoven. Dus stel twee geluidsgolven op precies 1 meter afstand van elkaar en een wand op 2,84 meter afstand. De golven uit beide luidsprekers zijn in fase, dus komt uit de ene berg, dan komt ook uit de andere berg en hetzelfde voor een dal. Dit natuurlijk razendsnel, namelijk 1000 keer per seconde wisselen berg en dal elkaar af. Immers 1000 hertz. Uit het geven van de temperatuur kun je halen dat... Klik even op pauze om hierover na te denken. Ja, natuurlijk. Uit binas kun je dan de golfsnelheid halen. 342 meter per seconde. Je kunt dus nu een belangrijk iets van de golf berekenen. Ook hier druk even op pauze om na te denken wat dit zou kunnen zijn. Als het goed is, heb je aan de golflengte gedacht. Deze kun je berekenen met de belangrijkste formule die je tot nu toe kent voor golven, namelijk V is lambda keer F, of in dit geval lambda is V gedeeld door F. De golflengte komt dan uit op 34,2 cm. We zetten nu recht tegenover de luidsprekers een punt. In dat punt komt de geluidsgolf van luidspreker A en van luidspreker B aan. Dus in dat ene punt zullen ze elkaar beïnvloeden. Oftewel, er is sprake van interferentie. Maar zullen ze elkaar nu versterken of uitdoven? We gaan twee geluidsgolven tekenen. Als A een berg uitzendt, dan zal B dat ook doen. Immers, ze zijn in fase. De berg is even in het rood erbij getekend. De golfberg zal vanuit A even snel het punt bereiken als vanaf B zal doen. Immers, de afstand tussen A en B naar het ene punt is evenveel. Dus er is versterking. Belangrijk is dat je onthoudt dat als er geen weglengteverschil is, dat er dan versterking optreedt. Maar wat als de luidsprekers in tegenfase zijn? Tegenfase betekent dat als A een berg produceert, dat dan B een dal produceert. En de berg zal weer even lang overdoen om het punt te bereiken als dat vanaf punt B gebeurt. Dus in het punt komt een berg en een dal gelijktijdig aan.
en dus is er een juist uitdoving. Dit komt dus voor doordat beide bronnen nu in tegenfase met elkaar zijn. Een andere situatie. Beide luidsprekers zijn weer in fase, maar nu is het punt niet meer precies in het midden. Wat gebeurt er nu? Wat als er een berg uit A vertrekt en uit B vertrekt op hetzelfde tijdstip, immers ze zijn in fase, over Golfberg? Je ziet dat de berg uit B er nog niet is als hij vanuit A al is gearriveerd. De vraag is, hoe groot is de achterstand? De situatie heeft iets anders getekend. De afstand voor de berg uit A is 2,84 meter. De afstand voor de berg uit B is met Pythagoras te berekenen en is 3 meter en 1 centimeter. Dus de berg uit A heeft een voorsprong van 0,17 meter. Een halve golflengte is dat. Dus als de berg uit B is aangekomen, dan is A alweer een halve golflengte verder. En dus is er een dal uit A aanwezig. Oftewel, uit B een berg in het punt, maar dan uit A alweer een dal. Er is een sprake van uitdoving. Oké, nog even de situatie bekijken. Als je in het midden gaat zitten, is weggeleideverschil 0. En dus is er een versterking. Ga je iets omhoog, dus dichter bij A en verder van B af, dan kun je het weggeleideverschil gelijk aan een halve golflengte maken. Je krijgt dan op die plek een uitdoving. Nog verder zal het weggelengteverschil nog groter worden en weer precies gelijk worden aan één golflengte. Dan komt er weer een berg met een berg aan en dus is er weer versterking. En zo gaat het door. Er volgt weer een uitdoving en even verder weer een versterking. En zo gaat het door. Je kunt natuurlijk in plaats van omhoog ook naar beneden gaan. Verder van A af en dichter bij B. Je krijgt dan precies dezelfde situatie. Dus ook daar afwisselend uitdoving en versterking. In het algemeen geldt, de plaatsen waar versterking optreedt worden buiken genoemd. Bij een weglengteverschil van een half, anderhalf enzovoort zijn er uitdovingen of verzwakkingen. En deze plekken worden knopen genoemd. Let op dat deze situatie geldt voor twee trillingsbronnen in fase. Wat als beide bronnen in tegenfase zijn? Dan gebeurt er dit. Op de plekken waar de buiken komen, komen nu de knopen en op de plekken waar de knopen komen, komen nu de buiken. Wel een goede vraag. Wanneer stopt zo'n afwisseling van versterking en uitdoving of gaat dat, in theorie, altijd door? Even een voorbeeld hierover. De vraag is, waar komt de eerstvallende versterking te liggen? Het gaat dan dus dat het weglengteverschil tussen A en B gelijk moet worden aan één golflengte. Maar dat kan niet. Want stel je voor, je gaat vanuit B naar een willekeurig punt en je gaat dan eerst van B naar A. En daarna ga je vanaf A naar het betreffende punt toe. Dat betekent dus dat je dan 25 centimeter meer hebt afgelegd. En een grote weglengteverschil zal er niet zijn. Dus het totale weglengteverschil kan nooit groter dan 25 centimeter zijn. En dus kom je nooit een weglengteverschil van de golflengte, want de golflengte was 34,2 centimeter. Nog een ander voorbeeld. De luidsprekers zijn nu verder van elkaar af opgesteld. De vraag is nu hoeveel buiken, dus versterkingen, zullen er aanwezig zijn. Klik eerst even op pauze om zelf dit op te lossen en ga dan pas verder. Het weglengteverschil is hier maximaal 100 centimeter en dat is net geen 3 golflengtes. Dus het weglengteverschil waarbij een versterking kan optreden zal dan zijn bij 0, 1 en bij 2 golflengtes. 3 golflengtes doet niet mee, want dat weglengteverschil is niet mogelijk in deze situatie. Het antwoord is dus nu 3 buiken. Hoewel, is dit er echt zo wel? Nee, natuurlijk niet, anders zou ik niet vragen. Wat is er aan de hand? Klik eerst weer even op pauze om zelf over na te denken. Je moet de onderkant niet vergeten. Dus,
In totaal heb je geen 3, maar 5 buiken. Let ook op dat je niet de hoeveelheid keer 2 moest doen, want de middelste buik telt maar 1 keer mee. Interferentie is niet alleen met geluid waarneembaar. Hier zie je een waterbak waar 2 trillingsbronnen in zijn gedaan. Ik laat het filmpje even starten. Je ziet in het midden een brede buiklijn en aan weerskanten een smalle knooplijn. Een buiklijn in het midden en aan weerskant nog een aantal buiklijnen en tussen de buiklijnen liggen de knooplijnen. Nogmaals het filmpje, maar nu wordt de golflengte veranderd. Vooral als de golflengte kleiner wordt, zie je duidelijk dat de buiklijnen dichter bij elkaar komen te liggen en dat er zelfs een aantal bijkomen. Ook kun je zien wat er gebeurt als beide bronnen in tegenfase worden gezet. Je ziet dat de buiken en knopen van plaats wisselen. Wat heb je aan interferentie? Wel, let op. Een belangrijke toepassing is antigeluid. Er zijn geluidsbeschermers in de handel die geluid dempen door geluid erbij te maken die in tegenfase is met het dempen geluid. Op de plek van je oor komt dan een knoop te liggen, oftewel stilte. Maar licht is ook een golf, dus ook 2 lichtstralen kunnen interfereren. De kleuren in C-bel zijn hier het gevolg van. Dit is dus geen gevolg van dat licht gebroken wordt in verschillende kleuren. Nog mooier is lichtinterferentie in een vlak zeepvlies te zien. Je ziet hier duidelijk de buik en de knooplijnen. Licht en licht samen kan dus donker opleveren. Tot zover deze paragraaf. Kijk in de lesplanner welke opgaven erbij horen.